Trainer Jan Vreeman spreekt vanmorgen met stemverheffing tijdens de training van de Graafschap. In woord en gebaar maakt hij zijn onvrede duidelijk. Vreeman is boos. Ja, boos. Het was een situatie. Dan ga je ook coachen. Maar je sprak met flinke stemverheffing. Nou, je moet iedereen kunnen bereiken. Ja, Vreeman lacht erom, maar het is duidelijk dat het hem niet zint wat er op de training gebeurt. Terwijl Dien Koolhof nog apart traint, heeft Vreeman inmiddels deze spelers een hesje gegeven. Vincent Vermeij en Karim Tarfi hebben een basisplaats tegen Ajax. En dat gaat ten koste van Cabasele en Smeets. Nou, dit is toch een wedstrijd waar we goed vanuit de organisatie moeten spelen. En ik denk dat Vincent dat beter uitvoert als Cabasele. Dat is een groot verschil, denk ik. En op het middenveld ook nog een basisplaats voor Karim Tarfi. En geen Smeets op het middenveld. Waarom is dat? Brian heeft de laatste wedstrijd toch wat minder gepresteerd. En Karim, denk ik dat hij nu de rol in kan vullen. Hij heeft toch wel weken weer meegetraind, wat wedstrijden in de belofte meegedaan, wat invalbeurten gehad. Maar goed, dat kan dan nu. Hè. Dat past dus. En vandaar die keuze ook. Verder komt Nathaniel Wiel met een enkel blessure, waardoor Leon Kaak zondag een basisplaats heeft in de arena.